Nou, laten we hopen dat het deze week weer business as usual is. Daily Minutes nummer 1588 met een uitzending voor vandaag. 1 kikker in je bil 2019. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag hebben we data in 8 PSK 1000. Die schakelt automatisch en het betreft een nieuwsbulletin van VIA. Het nieuwsbulletin van VIA in Australië van gisteren. Daarnaast een aflevering uit de serie over repeaters. En weer eentje uit de serie over spionageverhalen. En ik had in het chatkanaal al een linkje geplaatst van een leuk artikel van 6 maart, als ik me niet vergis, op www.hobbyscope.nl. Daar kun je bij, volgens mij staat het meteen vooraan als je start. Ik kan wel even kijken trouwens. Ik heb de browser voor me. Als je de pagina opstart, dan komt hij meteen met het artikel naar voren. Maar je moet er wel even op de titel klikken om het hele artikel te kunnen lezen. Maar er zitten ook wat filmpjes bij. Het is heel interessant over het werken op hoogte. En er staat ook een reactie van Jurgen onder. Jurgen toch. Ahum, Jurgen toch. Dit is deel 14 van de serie over repeatertechniek. Afgelopen vrijdag had ik een nogal geïmproviseerde uitzending over lineaire transponders. Ik zal vandaag dat item nog wat kort aanstippen. Ik zal vandaag dat item nog even kort behandelen, dit als herhaling, maar ook zal ik wat nieuwe dingen aanstippen. In tegenstelling tot een FM-repeater waarbij het signaal eerst naar audio terug gedemoduleerd wordt en daarna opnieuw gemoduleerd, geeft een lineaire transponder het signaal door zoals het ontvangen wordt. Een kolgever, een rotsiepiep en dat soort dingen zijn op een lineaire transponder allemaal niet, tenzij de gebruiker dat zelf meezendt. CTCSS-tonen voor toegang die zijn er ook niet trouwens. Lineaire transponders hebben binnen de doorlaatband gewoonlijk wel een bakensignaal en daarop wordt de roepnaam in Morse doorgegeven. Lineaire transponders hoeven het signaal niet precies door te geven, ze kunnen het signaal ook gespiegeld weergeven. Voor FM en een aantal andere modulatiesoorten maakt dat geen verschil. Een signaal dat er in USB ingaat komt er echter uit als LSB. Dus daar wordt de zijband omgekeerd en voor D-Star zou het niet werken, want bij D-Star is het van belang dat de modulatie niet 180 graden gedraaid wordt. Het omkeren van het signaal bij lineaire transponders in satellieten kan zinvol zijn, want de Dopplerverschuiving, dat is de frequentieverschuiving die veroorzaakt wordt door snelheid en de richting ten opzichte van de ontvanger waarin de satelliet zich beweegt, die is daar een belangrijk effect wat optreedt. De Dopplerverschuiving, om maar twee banden te noemen op 2 meter, gaat in dezelfde richting als op 70 centimeter, zij het dat het op 70 centimeter wel 3 maal zo snel gaat. Wanneer je het spectrum omkeert, gaat het uitgangssignaal omlaag als het ingangssignaal omhoog gaat en andersom. Daardoor wordt in dat geval een deel van de Dopplerverschuiving hierdoor gecompenseerd. Ja, verder is in een lineaire transponder een vorm van AGC nodig, een Automatic Gain Control. Dat is om ervoor te zorgen dat al te sterke stations de eindtrap van de transponder niet zullen oversturen. Nadeel, dat zei ik vorige week ook al, is dat zo'n AGC vaak traag werkt en dan alle frequenties binnen de transponder tijdelijk ongevoelig maakt bij een te sterk signaal. Met name bij satellieten die maar kortstondig overkomen is dat natuurlijk een groot probleem. Met software-defined radio is het tegenwoordig mogelijk om alleen het gedeelte met te veel signaal op zo'n transponder tijdelijk te verzwakken. De andere gebruikers hebben daar dan geen last van. Vorige week hadden we het in een nagesprek met onder andere Pedro ON7WP ook nog over de communicatiesatellieten die tussen ongeveer 230 en 320 MHz werken. Achtergelaten sterke lineaire transponders van het Amerikaanse leger die in dat frequentiegebied al jaren werken en dikwijls door ongelicentieerden worden gebruikt. Met name ook door vrachtwagenchauffeurs en andere gebruikers in met name Brazilië. Ik heb al even gespeurd naar die materie, maar het is zo uitgebreid dat ik daar nog wat meer tijd voor nodig heb. Deel 7 van de serie over spionageverhalen. We hebben het over Christiaan Lindemans, ook bekend als King Kong, de schietgrage risicozoeker die in de oorlog een belangrijke rol in het verzet speelt als in februari 1944 niet lang na elkaar zijn jongere broer Henk gearresteerd wordt en zijn vrouw 3 maanden zwanger, beide voor de activiteiten in het verzet. Lindemans had op dat moment een gesprek bij het verzet in Bordeaux. Zwangere echtgenote Gilbert Letube werd gevangen genomen en 11 uur lang verhoord. Ze werd daarbij zo hard in haar gezicht geslagen dat ze van haar stoel viel, maar ze bleef haar kaken stijf op elkaar houden. Vervolgens werd ze meegenomen naar de Prenet-gevangenis ten zuiden van Parijs, waar ze werd opgesloten, aan handen en voeten vastgebonden, waarbij ze 4 dagen lang geen eten of drinken kreeg. Ze werd daarbij 24 keer op gewelddadige wijze verhoord, waarbij ze elke keer in haar gezicht geslagen werd. Omdat ze niet meer weigerde om te spreken, werd ze vervolgens 6 maanden lang alleen in een cel opgesloten. Terwijl het offensief naar Parijs begin augustus 1944 in volle gang was, werd ze als laatste vrouw ingeschreven bij het nog door de Duitsers gecontroleerde Fort de Romainville, de laatste stop voordat iemand gedeporteerd werd.
Net als andere gevangenen waarvan beschouwd werd dat hun conditie zodanig was dat ze niet op transport konden worden gesteld, werd ze terwijl ze in feite al onderweg was naar Duitsland op 17 augustus alsnog naar een hospitaal gebracht, waar ze 8 dagen later een dochter ter wereld bracht. De vrijlating van Le Tup op 17 augustus kan bevolen zijn door kolonel van de Duitse abwehr Oscar Reile, die zelf vanwege de naderende geallieerden op 18 augustus uit Parijs vertrok. Haar getuigenis over deze periode werd later opgetekend door de geallieerde informatiedienst en werd gebruikt tijdens de Nürnberger processen. Lindemans deed pogingen om de gevangenrelaties vrij te krijgen. In maart 1944 lukte het hem om in contact te komen met de leiding van de Duitse abwehr in Brussel om uit te leggen dat hij de 10.000 gulden die de Duitsers na tussenkomst van een onderhandelaar voor vrijlating van zijn broer wilden hebben, niet kon betalen. Lindemans had daarop op verzoek van de Duitsers in een villa buiten Brussel een ontmoeting met dokter Gerhard, echternaam Herman Giskes, die voor de Duitsers succesvol was geweest met de operatie Noordpool. Hij zegt er toe aan Giskes dat hij dubbelagent zou worden op voorwaarde dat zijn broer en echtgenote zouden worden vrijgelaten. Giskes claimde dat hij aan zijn belofte had voldaan. Dat gold echter dus alleen de broer Henk Lindemans. Die werd volgens afspraak vrijgelaten en vertrok vervolgens om als vrijwilliger voor de Duitsers te gaan werken, omdat hij daar kennissen had. Hierop werd Lindemans geïnstrueerd om de contacten met zijn verzetsvrienden te hernieuwen en de informatie hierover uit Nederland, Frankrijk en België aan majoor Herman Giskes toe te sturen. Als beloning hiervoor ontving hij grote sommen geld. Hij werd daarbij nauwkeurig in de gaten gehouden door een agent van de abwehr. De ontboezemingen van Lindemans hadden vervolgens een soort domino-effect in het verzet. Door zijn bekendmakingen werden er in totaal 267 Nederlandse en Belgische verzetstrijders opgerold. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Een microfoon naar retour.